Eigenlijk sta je dus al gelijk met 1-0 achter. Stel, je geeft iemand een hand die geïnfecteerd is met een virus. Je krijgt dan zomaar een paar miljoen virusdeeltjes op je hand. Dat betekent dat als je je neus aanraakt, er binnen een dag de helft van alle neuscellen is geïnfecteerd met het virus. Dat virus zal de hele machinerie in die cel overnemen om zich te kunnen vermenigvuldigen. Het gevolg daarvan is dat elke cel per dag zo'n 10.000 virusdeeltjes maakt en die hoest en proest en nies je zo'n 2 tot 3 meter in de rondte. Zo'n besmetting die verspreidt zich dus razendsnel. Je lichaam heeft echter heel snel in de gaten dat er iets aan de hand is. Binnen een paar minuten zal de eerste verdedigingslinie worden opgeroepen. Dat zijn de natural killer cellen. Deze eerste verdedigingslinie is echter maar beperkt, ze zijn maar met weinig en ze hebben niet zo heel veel hulpmiddelen. En daarom roepen ze versterking in en dat doen ze door het uitscheiden van signaalstoffen, cytokines. Daarmee worden cellen van de tweede verdedigingslinie na de infectie geroepen. Maar dat duurt zo'n dag of 3-4. In de tussentijd zal het virus zich blijven vermenigvuldigen. Eigenlijk sta je dus al gelijk met 1-0 achter. De tweede verdedigingslinie bestaat uit killer T-cellen. Dit zijn cellen die heel specifiek in staat zijn om virusgeïnfecteerde cellen te herkennen en ze uit te schakelen. Daarvoor moeten die cellen echter wel worden geactiveerd. En dat gebeurt met helper T-cellen. En in die groep van cellen, daar zitten de commandanten van je immuunleger. Na die activatie gaan die killer T-cellen delen. En nu is heel bijzonder dat killer T-cellen bij vrouwen vaker delen dan bij mannen. Vrouwen hebben dus een groter verdedigingsleger tegen virusinfecties dan mannen. Corona is een slim virus, omdat het, zoals we er nu over denken, de commandant weghaalt. Het vechten door het immuunleger wordt dan een zootje. De killer T-cellen krijgen geen stopsignaal meer als het virus verdwenen is. En ze blijven maar doorgaan om ook je gezonde cellen aan te vallen. Daardoor ontstaat er schade in je longen. En als gevolg van de ontstekingsreactie komt er steeds meer vocht in je longen. Het wordt steeds moeilijker om zuurstof in te ademen en uiteindelijk dreig je te verdrinken door het vocht in je longen. Tijdens een coronavirusinfectie zullen cellen dus geen stopsignaal meer ontvangen. Als gevolg daarvan blijven ze cytokines produceren. We noemen dat een cytokinestorm. Daardoor ontstaan hele hoge spiegels aan cytokines in het bloed. En als gevolg daarvan zullen andere organen, zoals de lever, de nieren en uiteindelijk ook de hersenen, uitvallen. Mensen die een zwakke gezondheid hebben of oud zijn, lopen daardoor het risico te overlijden. Niet alleen als gevolg van het virusinfectie, maar meer nog door een eigen overactieve immuunsysteem. Kinderen maken vrijwel geen cytokinestorm. En daarom hebben zij weinig last van infecties en zullen zij er in het algemeen ook niet aan overlijden. Jonge gezonde mensen hebben meer dan genoeg commandanten om de geactiveerde killer T-cellen tijdig te laten stoppen en daarmee een cytokinestorm te voorkomen. Zij worden weer beter en ze hebben geheugen voor deze infectie. Dat betekent dat ze immuun zijn. Als je het virus hebt gehad, ben je een tijdje immuun. De geheugencellen kun je vergelijken met de patrouille die door de wijk loopt. Zij hebben de boef, in dit geval het coronavirus, al een keer eerder gezien en kunnen hem dus veel sneller herkennen. Dat levert tijdwinst op, zodat je sneller het leger op de juiste plek hebt om je te verdedigen. Als je dus veel van deze mensen hebt, voor coronavirus zo'n 60%, heb je groepsimmuniteit en kun je de overdracht van het virus stoppen. Maar hoe lang blijf je nou immuun? Dat weten we niet precies. We schatten zo'n half jaar tot maximaal een jaar. Elke keer zal het virus zich een klein beetje veranderen. Zie het maar als een boef die zich elke keer een beetje verkleedt. Maar sommige varianten kunnen dan heel moeilijk herkenbaar zijn voor het immuunsysteem. Daarom hebben we een goed vaccin nodig om het virus uiteindelijk te kunnen verslaan. Het vaccin moet kunnen voorkomen dat het virus in lichaamscellen binnendringt en daarmee ziekte veroorzaakt. Het is te hopen dat zo'n vaccin snel beschikbaar komt.